en welkom bij deze nieuwe video. Jongens, wat vinden jullie van mijn nieuwe haren? Ik vind het zo raar om mij te zien zonder een pony. Ik heb echt een groot voorhoofd, what the f. Ik vind het zo raar en het is een bob. Ik ben nooit een fan van kort haar, maar ik vind het wel iets hebben. I like it. Let me know wat jullie ervan vinden. Ik vind een pony heel mooi, maar het is echt niet praktisch als je je aan het opmaken bent hier in een video. Dus daarom ben ik nou gegaan voor dit. Ik vind het best wel leuk. I like it. Let me know. Vandaag ga ik de nieuwe voorjaarcollectie van Catrice testen. Ik heb een heel PR-pakket gehad van hun. Echter miste ik nog een heleboel producten. Dus die heb ik er nog extra bij besteld. Zodat ik gewoon vandaag wat meer producten kan laten zien. In mijn afgelopen video heb ik de voorjaarcollectie van Essence getest. Dus als je die niet hebt gezien, ga die zeker ook eventjes hiernaar kijken. En vandaag gaan we het hebben over Catrice. We hebben een heleboel producten waar ik echt super duper enthousiast over ben. Dit zijn de producten. En ik ben gewoon echt heel benieuwd. Essence was een beetje een teleurstelling. Jullie hebben gezien in de video dat er een heleboel make-up was die ik gewoon echt helemaal niks vond. Dus ik hoop dat Catrice beter gaat zijn. Over het algemeen is Catrice ook vaak wel ietsje beter. Want ja, je betaalt ook wel een eurotje of twee meer. Maar overal ben ik altijd blijer met Catrice dan Essence. Maar ja, het is allemaal heel de betaalbare make-up. Dus ja, ik wil ook niet te veel ervan verwachten. Dus ja, ik ga me vandaag helemaal opmaken met al deze make-up. Dus vind je dat nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn twee video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, even kijken. Ik ga vandaag beginnen met de ogen. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkjes en een dagcrempje, SPF en primer en that's it. Dit is het paletje die ik ga gebruiken. Dit is het Catrice 5-in-1-box mini eyeshadow paletje in de kleur 080 Diamond Lavender Look en hij kost €4,49. Dit is dus echt een cool tone paletje. Dat zijn zo niet mijn kleuren. Ik hou altijd van warme kleuren, maar ik dacht let's spice it up vandaag. Laat me vandaag een beetje gaan voor wat andere kleuren. Een beetje grijzige paars kleurtjes. Zien we dit? Wel hele mooie kleuren. I love it. 3 matte kleuren en 2 glanzende. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat presteren. Ik meen me te herinneren dat ik zo'n paletje van hun al ooit heb getest en hem goed vond. Maar dit weet ik niet meer 100% zeker. Een heel handig fijn paletje. Gewoon 5 kleurtjes. En genoeg kleuren om echt een hele look mee te maken. Ik zei dat er 3 matte kleuren zijn, maar er zijn 2 matte kleuren. Alleen maar deze 2 zijn mat. Deze 3 zijn alle 3 glanzend. Als ik er zo naar kijk, de ideale kleuren voor echt een hele look. Dus laten we inzoomen. Ik ga beginnen met het primer van mijn oogleden met deze Essence Primer. En dan pak ik een lichte matte kleur uit een ander paletje om de oogschaduwprimer te zetten. Ik ga beginnen met deze lichte paarse matte kleur hier. En die kleur gaat in mijn hele arcadeoog. Ik moet weer vanavond ergens heen, dus ik hoop dat deze look mooi wordt. Mijn hele gezichtsmake-up ook. Gewoon alles. Want ik heb geen zin om me opnieuw op te maken. Als er één ding is dat ik echt gewoon niet doe, is mij 2 keer opmaken op 1 dag. Ik ben ook niet een persoon die in de ochtend opmaakt en dan in de avond weer opnieuw gaat opmaken. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Dat doe ik gewoon echt nooit. Dus ik maak me 1 keer op per dag. Meer niet. En ook al is het niet zo mooi of is het slecht of whatever, dan doe ik het gewoon een beetje bijwerken en meer ook niet. Ik haal echt... Het is echt heel zeldzaam dat ik echt mijn make-up eraf haal. En dan pak ik de donkerste matte kleur. En die gaat vooral in de buitenste ooghoek. Die kleur van net was niet zo. Ik denk deze kleur ook niet echt. Maar ja, ik ga er gewoon iets proberen van te maken. Die zin klopte niet. Klopte die zin? Ik ga er iets van proberen te maken. Ik doe lekker veel van die kleur, want ik wil echt een hele smoky look hebben. Dan ga ik deze 2 glanzende kleuren allebei mixen. Dan wordt het een beetje een grijzige paarse kleur. En die kleur gaat op mijn ooglid. Niet heel veel glans, maar oké. Dan pak ik deze lichtste glanzende kleur. En dat wordt natuurlijk mijn highlight kleur voor in de binnenste ooghoeken. Like always. En het beetje wat nog op de kwast zit, breng ik ook een beetje aan onder mijn wenkjes voor een glift effect. Ik ben niet heel erg onder de indruk van het paletje. Hij is maar €5, maar toch. Nee, ik weet niet. Nee, dat is niet echt mijn ding. Dan ga ik het even hier een klein beetje opruimen met wat make-up wipes van de Action. Wat ik dan gewoon doe is dat ik gewoon met een vinger in de wipe doe. En dan gewoon zo'n strakke lijn trek. En dan heb je het zo vliegensvlug opgeruimd. I love it. Oké, ik heb heel even mijn haren een beetje naar achteren gedaan. Want we gaan beginnen aan de gezichtsmake-up. De wimpers die ik op heb, hoef ik niet eens meer te vertellen. Allure in de stijl 112. En Catrice heeft een nieuwe foundation. Dit is de Catrice New Drop Tinted Serum Foundation. En hij kost €8,49. Ik heb er 2, want deze heb ik in PR gehad. Ik weet niet waarom Catrice denkt dat dit mijn huidskleur is. Maar dit is absoluut niet mijn kleur. Dit is de kleur 010N. En ik heb deze andere kleur besteld. En dit is de kleur 038W. Dus ja, zoals je kunt zien, een groot verschil. En ik denk dat deze op zich wel gaat matchen. Ik heb nu ook een vrij lichte huidskleur. Maar ik heb echt een hele warme huidskleur. Dus ik weet niet echt. Ik krijg altijd de verkeerde kleuren. En ik begrijp niet waarom. Maar goed, ik heb dus deze gewoon besteld bij Boosie Shop. Oké, de claims. Het heeft een lichte tot een medium dekking. Het is gewoon zo'n lichtgewicht iets. En het laat je gezicht stralen voor 24 uur lang. Hydrateert. En er zit hyaluronzuur in en vitamine E. Dus hij is echt long wear. Dus hij moet de hele dag goed blijven zitten.
zitten. Tot wel 24 uur. Nou, ik ben benieuwd. Want dit soort producten zijn vaak juist niet long wearing. Maar we will see. Ik heb een normaal tot droge huid. Dus ik vind dit soort glowy dingen altijd wel fijn. Even goed schudden voordat ik hem aan ga brengen. Ik heb al gepruimd. Ik heb hier mijn Benefit Professional aangebracht. En that's it. En ook SPF. Ook een hele gezicht. Laten we kijken naar deze kleur. Ja, ik denk dat het wel goed is. Ik ben weer aan het knoeien, jongens. Oh my goodness. Ja, de kleur is perfect. Ik zie alleen al wel dat het echt bijna niet in blendt. Het blendt echt moeilijk in. Wie heeft dit product ook thuis? Let me know wat jij ervan vindt, want ik ben heel benieuwd. Tot nu toe, het is oké. Het heeft inderdaad een lichte tot medium dekking. Ik zie nog al een oneffenheden een klein beetje. Oké, het is wel oké. Het laat mijn gezicht niet echt stralen, terwijl dat online wel staat. Het heeft een beetje een naturel finish. Dat vind ik op zich wel mooi, maar ik vind hem een beetje dofjes. Ik had iets meer glow gewild of zo. Hij is wel echt heel licht geweest, dus dat is wel fijn. Op zich vind ik het uiteindelijk wel heel mooi. Ik had gewoon persoonlijk iets meer glow gewild, maar dat is een persoonlijke voorkeur. Dat maakt hem niet slecht. Maar ja, het is gewoon heel natuurlijk. Dan heb ik hier een under eye brightener. Dit is de Catrice under eye brightener in de kleur 010 Light Rose. En hij kost €4,49. Dit is dus perfect om alle donkerheden te verbergen die ik ook echt heb. Vooral in mijn binnenste ooghoeken. Je kunt ze nou niet meer heel goed zien door de oogmake-up. Maar zoiets vind ik heel fijn. En ik heb er zo eentje die ik gebruik van W7. Dat is deze. Deze heb ik echt al heel vaak gebruikt. Deze doe ik gewoon als ik het gewoon wat extra verlicht wil hebben en extra dekking. En ik mix het dan gewoon met de normale concealer. Ik ga niet alleen in met dit product. Dus dat is ook de manier hoe ik deze ga gebruiken. Gewoon samen met een concealer. Even kijken. Het is de bedoeling om hem gewoon als concealer te gebruiken. Maar ja, dat is dus gewoon niet hoe ik het doe. Dus ik ga jullie gewoon even laten zien hoe ik het doe. Dit is de kleur. Licht roze ondertoon is altijd perfect als je het wilt verlichten of verhelderen. Wat ik dan doe is, ik pak gewoon een klein beetje. En die breng ik aan op alle donkere plekken. En dan ook in mijn binnenste ooghoek. Daar is nou al make-up. Maar als daar dus niks zit, dan doe ik het ook daar. En dan ga ik in met een klein sponsje. En dan blend ik het gewoon in. Dit is echt een hele lichte kleur. Je ziet al gelijk verschil. Lift wel een beetje de make-up die eronder zit. Dat doet hij van W7 niet. En die is ook echt super goedkoop. Ik vind het mooi. Hij doet echt verlichten. Maar dat het de make-up eronder eraf haalt, is echt niet wat je wilt. En dan ga ik in met de normale concealer. Deze is van Morphe. En die breng ik gewoon aan als hoe ik het normaal doe. Zo, dit ziet er op zich wel goed uit. Alleen ja, nogmaals, ik vind het dus niet zo fijn dat het de make-up eronder eraf haalt. Misschien als je er niks onder hebt, dat je hem wel fijn gaat vinden. Maar ik persoonlijk, omdat die andere ook even duur is, misschien iets minder en gewoon beter is, ga ik toch gewoon voor mijn W7 Eye Brightener. Hoe heet deze? Volgens mij heet die gewoon Eye Brightener. Ja, Under Eye Brightener van W7. Die is echt veel beter. Dan gaan we verder met blush. Dit is de Catrice Cheek Flirt Face Stick. En hij kost €4,95. Oké, dit is dus gewoon een blush stick. Dit soort sticks vind ik vaak niet fijn. Omdat hij dus ook weer make-up die eronder zit er heel snel afhaalt. Maar goed, laten we het gewoon proberen. Ik heb de kleur 030 Rock and Rose. Een beetje een roze kleur, denk ik. Ja. Een hele lichte kleur. Ik heb echt veel lichte kleuren gekregen. Ik weet niet waarom. Lekker veel, want jullie weten, ik hou van lekker veel blush. Oké, op zich niet zo stroef als dat ik had verwacht. Hij is best wel creamy. Hij is wel een klein beetje stroef, maar niet zoveel als dat ik had verwacht, zeg maar. Oh, I like it. Ook een hele mooie kleur. Ik had ook niet verwacht dat ik de kleur mooier zou vinden. Maar dat vind ik wel echt. Misschien ook zo te gebruiken, dat ik gewoon zo eraf haal gelijk. Ja, ik zie nou ook echt dat het wat aanbrengt. Ik denk dat ik dat zou doen. Ja, ik vind hem heel mooi, jongens. Kijk hoe mooi. Ik breng nu dan wel gewoon lekker veel aan, want jullie weten hoe ik ben. Maar je kunt ook gewoon iets minder aanbrengen, obvious. En om het nog extra goed in te blenden, ga ik in met mijn spons. En dan druk ik het gewoon zeg maar zo in. Dan ga ik alles vastlokken met poeder. Dit is de Catrice Invisible Matte Loose Poeder. En hij kost €5,69. Oké, een matte poeder. Laten we ons gezicht lekker mat gaan maken. Dit is hoe het eruit ziet. En ik haal altijd zoals altijd dit hele ding eruit. Zo, heel dit ding is eruit. Hij is best wel wit. Ik hou persoonlijk altijd meer van iets met een klein beetje een tint erin. Maar ja, dat heeft hij niet. Dus het is wat het is. Hele dunne lichtgewicht poeder. Je kunt er niet echt mee baken zoals je ziet. Maar het is oké. En het oxideert. Mijn gezicht is gelijk ietsje donkerder geworden. En dat wil ik echt absoluut niet eigenlijk. Hij maakt wel echt heel mat. Hij is echt super mat. Hij heeft wel alles echt donker gemaakt. Kijk ook vooral hier zo op mijn neus. Oh my goodness. Nee, als er iets is wat ik haat, is het dat. Ik wil het juist altijd helemaal hebben verlicht.
Ik vind het helemaal niks. Het is wel heel mat, dat wel. Ik heb hier nog een klein paletje. Dit is het Catrice Holiday Skin Bronze & Glow paletje. En hij kost €5,49. Dit is dus een klein paletje met een bronzer en een highlighter. En ik wil die bronzer ook graag gebruiken als een neuscontour. Ik ben er met mijn vinger in gegaan. Oh my gosh, oké. Dit is het dan. Ik vind de kleur er wel heel mooi uitzien. Nou, laten we kijken of dit geschikt gaat zijn als een neuscontour. Denk het niet eigenlijk. Blend wel goed in. Maar zou ik hem weer voor het neuscontour gebruiken? Nee. Ik ga heel even in met mijn Essence Brighten Up poeder. Want echt, het is echt een mes geworden door die poeder. En I don't like it. Ik ga het hier een klein beetje verlichten. Kijk wat een groot verschil, jongens. Oh my gosh. En dan ga ik ook in met de highlight kleur. Die kleur lijkt mooi. Ja, het is wel een hele lichte kleur, maar op zich wel oké. En dan ga ik of course ook nog gewoon normaal bronzen. Mijn kwast is echt veel groter dan deze bronzen, maar oké. Ik moet een beetje kleur terugbrengen. Ik moet zeggen, ik vind dit paletje wel echt mooi. Ook een hele mooie kleur, bronzer. I love it. Kijk ook hoe mooi die blush nog zit. Zien we dit? Die blush is echt een winnaar. Dan ga ik verder met lipgloss. Dit zijn de Catrice Plump It Up Lip Boost lipglossjes. En ze zijn €3,95. Deze heb ik ontvangen in PR. En deze heb ik zelf besteld. Deze heeft dus geen kleur. Dit is de kleur 010. En deze andere roze kleur is de kleur 020. Ik ga even de kleur 020 opdoen. De roze kleur. Ik hou van Catrice lipglossjes. Oeh, hele grote applicator. Oh my god. Ik moet wel zeggen dat hij niet echt lekker ruikt. Maar ik vind de kleur wel mooi. Gewoon echt een hele lichte roze kleur. Waar ruikt het naar? Het heeft een bepaalde geur die ik weer natuurlijk niet kan beschrijven. Ook heel mooi met een lippotloodje. Oeh, en ik voel ook echt dat het mijn lippen plumpt. Dat is wel fijn. En nu de transparante kleur. Dus eigenlijk gewoon geen kleur. Ja, je ziet echt gelijk verschil. Deze heeft helemaal geen kleur. Deze vind ik ook altijd heel fijn voor gewoon een everyday make-up look. Waar ik toch wel iets op mijn lippen wil. Maar ja, niet per se heel veel. I love deze glossjes. Ze zijn ook helemaal niet plakkerig of zo. Heel fijn. I love it. En dan ga ik verder met iets mat voor de lippen. Dit is de Catrice Intense Matte Lip Pen. En hij kost €3,95. Dit is dus gewoon zo'n mat lippotloodje. Zo'n grote voor, ja, gewoon echt om als lipstick te gebruiken. Ik heb een hele donkere kleur ontvangen. En dit is de kleur 040 Very Berry. Wow, echt heel creamy. Kijk hoe mooi dit is. Het is zo creamy. Hij is een mat, maar hij brengt super duper creamy aan. Ik vind dit echt fantastisch. Ook de kleur is echt super mooi. Hij is super makkelijk om te gebruiken. Last but not least, een fixing spray. Deze heeft Catrice echt al lang, maar ik heb hem toch ontvangen in PR. En deze is echt heel erg fijn. I love it. Deze heb ik heel vaak gehad. A few hours later. Oké, mensen, het is nu 10:30 in de avond. Het was net 2:00 in de middag, dus we zijn een aantal uur verder. Ik heb mijn haar ook een beetje geknipt, of ja, mijn zus. Is het geknipt en nu is het echt veel mooier. Nu is het gewoon zo mooi kort. Vinden we het er nu niet echt veel beter uitzien? I love it. In ieder geval, ik heb mijn wimpers er al afgetrokken. Mijn make-up zit nog absurd goed. Deze foundation. Ik ben echt in shock. Oh my gosh. Het zit echt nog helemaal goed. Echt toppie, toppie, toppie. I love the foundation. Super. En ook de blush is er gewoon nog goed op. Highlight. Nog half. Hier niet, hier wel. Deze update is vooral voor de foundation. Ik ben in shock. Ik had niet verwacht. The next day. Oké, mensen, het is nu de volgende dag. Ook weer andere haren, lange haren weer. En ik heb de foundation gewoon weer op, want ik vind hem zo fijn. Oh, mijn lippen zijn echt crusty droog, maar oké. Jongens, deze foundation, I cannot. Echt amazing. En ik heb hem nu ook alweer 7, 8, 9, 4 uur op, dus echt top. A few hours later. Oké, mensen, ik sta heel even in de gang. Want hier is best wel goede belichting, zoals je kunt zien. Ik heb de make-up nu 12, 13, 14, 15 uur op. En de claim was dat het 24 uur zou blijven zitten. En dat doet hij niet. Nu is het wel echt helemaal vettig aan het worden. Zoals je kunt zien, hier ook zo. Zie je dit? Nou is het wel echt. Nou moet ik er gewoon wel echt afhalen. Maar hij houdt het zeker lang vol. En jongens, ik heb echt vandaag van alles gedaan. Ik liep buiten ook. Het was super slecht weer en alles. Ik ben echt impressed met deze foundation. 10 punten, maar absoluut geen 24 uur. Nou mensen, dit is het dan. Dit is de hele make-up look. Wat vinden we ervan? Ik vind dat ik er echt goed uitzie. Heel veel producten waren echt goed. Het enige wat ik echt niet aanraad is deze under eye brightener, deze poeder en dit paletje. Deze vond ik alle drie echt helemaal niks. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van de collectie. Hij is in ieder geval een stuk beter dan die van Essence. Let me know beneden in de reacties. En laat me weten welke collecties jullie nog meer willen zien. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan kijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!